Wat is er? Zoe is ziek geworden. Echt waar? Nee, lievertje, probeer nog een beetje kippensoep. Oh, ik heb genoeg. Goed. En waar heeft ze allemaal last van? Heel misselijk. Cirkeel. Vergeet de duizeligheid en hoofdpijn niet. Nou, de temperatuur is normaal. Waarom schommelt de kamer zo heen en weer? Moeten we de dokter niet bellen? Nee, zo erg is het niet. Het gaat wel zolang ik me rustig hou. Als het niet beter wordt, moet je je optreden van vanavond misschien afzeggen. Oh, dat zou heel erg jammer zijn. Maar het is vast beter als ik me niet te veel inspan. Misschien voel je je straks wel beter. Ik denk het niet. Ik zal juf Julie moeten bellen en haar zeggen dat de ster van de show mogelijk niet kan optreden. Oh, ik kan haar beter bellen. Juf Julie rekende enorm op mij. Ik ga naar de apotheek om te zien of er iets is waar je beter van wordt. Zal ik de telefoon even voor je pakken? Als het niet te veel moeite is. Tuurlijk niet. Waarom word je altijd ziek op de foute momenten? Ik weet het. Het is zo wonderlijk. Ik ben waarschijnlijk besmettelijk. Oh, betekent dat ik dan ook een bedrieger word? Als ik doodga, krijg je spijt van die opmerking. Heb je juf Julie al gebeld? Dat dacht ik al. Ik weet dat je de rol van Alice niet speelt, Zoe. Dus stop maar bij doen alsof. Wat bedoel je? Ik zag je repetitie. En ik zag je oefenen. Als de relmuis. Gaan we weglopen? En waarom niet? Mijn leven is toch voorbij. En nu ga jij het pap en mam vertellen. Schop me maar, nu ik hulpeloos ben. Je kunt niet opgeven alleen omdat je geen hoofdrol hebt. Kan ik het helpen dat ik een streber ben? Je ziet er niet uit als een streber. Je lijkt meer op een loser. Ik ben geen loser. Oké. Dan ga je vanavond dus gewoon optreden. Echt niet. Het is al erg genoeg dat juf Julie me nul vindt. Ik wil niet dat pap en mam dat straks ook denken. Pap en mam zouden dat toch nooit denken? Kun jij makkelijk zeggen, mevrouw Perfect. Je hebt gewoon alles. Een band, leuke vrienden. Je bent in alles beter dan ik. Maar neem nou je laatste dansrapport. Je had een 10. Of niet soms? Dat heb ik ook gelogen. Ik ben middelmatig. Tevreden? Wat heb je met haar gedaan? We moeten met spoed gaan zoeken. Zoeken naar wat? Oh, Hebbes. Oh, ik was gek op mijn balletschoenen. Dus waarom wil je ze dan aan Zoe geven? Ik heb het. Je laat haar die schoenen opeten. Nee, nog iets veel beters. Achteruit. Ze komen opeens tot leven, spoken bij haar rond en ze krijgt nachtmerries. Nee, ik heb zojuist voor Zoe een paar levende dansschoenen gemaakt. Die nooit meer stoppen met dansen en Zoe uitputten tot ze instort. Nee, ik wil haar gaan helpen. Weet je dat ik heel erg van dansen hou? Jammer dat je zo vreselijk was. Dat klopt. Ik was vreselijk. Maar ik vraag me soms toch af, was ik beter geworden als ik door had gezet? Waarschijnlijk niet. Sorry, maar wat maakt het eigenlijk uit? Je bent heel, heel erg goed in gitaar spelen. Het zou niet eerlijk zijn als je overal goed in was. Maar jij kan een goede danseres zijn. Pff, echt niet. Ja, maar ik was slecht op gitaar toen ik net begon. En jij bent nog niet zo lang bezig met dansen. Geef het niet op, Zoe. Je moet die voorstelling gaan dansen. Mooi niet. Ik ga het toneel niet op als relmuis. En zeker niet met mam en pap in de zaal. Maar je houdt zo van dansen. Nu niet meer dus. Als ik je zeg dat ik ervoor kan zorgen dat mam en pap niet komen kijken, dans je dan wel? Misschien. Nou, juf Julie zal nooit weten hoe goed je bent als je het niet laat zien. En kan je er echt voor zorgen dat mam en pap niet komen? Mm-hmm.
Maar onder één voorwaarde. Jij draagt deze. Is dit een grap of zo? Hé, hey, die zou me er echt een groot plezier mee doen. Je hebt toch geen voetschimmel, hoop ik? Voel je al iets beter, lievertje? Ik ben nog duizelig. Ik kan vanavond echt niet dansen. Wat jammer, liefje. Ik red me wel. Misschien moeten jullie naar de bioscoop gaan of zo. Eigenlijk willen je moeder en ik de voorstelling toch wel zien. Om je klasgenootjes toe te juichen. Nee! Er zijn belangrijkere dingen die gedaan moeten worden. Zoals? Guru. Hij heeft ons toch al dat kostbare geld gegeven. We moeten hem terugbetalen. Ja, maar hij wil juist niks terugnemen. Nou, dan doen we iets voor zijn kamer. Dat is een goed idee. Ja, hij verdient het. En Amanda en ik passen wel op Zoe. Echt waar? Vind je dat niet erg? Nee, lijkt me leuk. We kunnen van alles doen. Dat zou geweldig zijn. Ik vind Amanda leuk. Alles veilig. Ze zijn weg. Ik ben klaar. Hé, waar zijn de balletschoenen? Oh, moet dat nou echt? Ik vind het zo smerig. Ja, Zoe, dat was de afspraak. Weet je nog wel? Oké. Ze zitten perfect. Zien, Kuru. Ik was echt zo geweldig. Ik snap niet dat ik ooit aan mezelf getwijfeld heb. Nee, ik ook niet. Je hebt ze dus een poepie laten ruiken. En zag je die zogenaamde Alice? Ik dans daar zo de coulisse in. Oh, dat zijn mama en pap. Oh, dan ga ik snel mijn bed in. Hey Zoe, ja? Mag ik de schoenen? Ja, tuurlijk. Ze waren achteraf toch niet zo slecht. Dank je, Alex. Dat je me erop wees hoe goed ik kan zijn. Je weet dat ze morgen weer gewoon irritant zal zijn. Nee. Ik denk over 20 minuten al. I am you.